Mark, ja, jij hebt heel veel meegemaakt met FC Utrecht tot nu toe. Is dit het ergste? Nou, we hebben nog wel een hoop persoonlijk leed, individueel leed gehad. Uitschakelingen, maar dit, hoe we nu staan, het... Ik heb even geen woorden voor. Nee, sportief gezien is het heel lang niet zo geweest in elk geval. Kun je het wijten alleen aan die rode kaart? Als je in de derde minuut of in de derde minuut een rode kaart krijgt, dat helpt niet. Moeten we uit een ander vaatje tappen? Nou, in het begin was het nog heel slecht, verdedigen we heel slecht. Daarna kwamen we er beter in. Dwingen iets meer af. Alleen ja, je ziet dat we een ploeg zijn die onwijs zoekende zijn. En dan krijgen we ook nog zo'n kutgoal tegen. En dat waren ook slecht verdedigd, ik ook. Dan wordt het heel moeilijk. Ja, krijg je nog wel. Daarna kan je wel weer iets meer. Dat is dan een psychologisch spelletje waar Volendam ook misschien weer terug gaat. Ja, dan moet je ook geluk hebben met twee kansen nog van Mats, volgens mij. Ja, ik dacht dat die geen beker leeg was, maar... Het is zeker niet zo, kennelijk. Want nu sta je op die laatste plaats, inderdaad. Je noemt het al een psychologisch spelletje. Het woord psychologie is veel voorbij gekomen, hebben jullie de afgelopen week. Ja. Dat moet ook geen groter thema worden dan het is. Feit is dat we Utrecht nog waardig zijn op dit moment. Wat is daar aan te doen? Jij bent een jongen die al jarenlang, ik denk een jaartje of 15 al in die kleedkamer van de eerste selectie zit. Wat is er dit jaar anders dan de afgelopen jaren? Als ik dat kon verklaren, dan hadden we hier nu niet gestaan op dit moment. Het is een gebrek aan vertrouwen. Het is misschien ook een gebrek aan kwaliteit. Als groep zijn we... Ja, het is niet te wijten aan Wil, tenminste. Alleen ja, misschien net dat extra stukje. Ja, wat ik zeg, die giftbeker moet helemaal leeg. En, je overvalt me nu ook een beetje met van die klote vragen op dit moment. Ja, sorry. Het is ook wat je doet na afloop als aanvoerder. Ja, het is scherpe rapen weer. En alles accepteren wat je nu aan kritiek op je krijgt. Want dat verdienen we ook. Dankjewel dan. Succes.